De Economische Controledienst, ECD, gaat geldende wet en regelgeving strenger handhaven. Op een bijeenkomst met ondernemers zijn vernieuwde werkwijzen en aandachtspunten besproken. Ondernemers kregen informatie over wetten zoals etikettering en vergunningen. Vanuit de handel zijn zorgen geuit over verouderde wetten en de werkwijze van ECD-medewerkers. Communicatie zal worden verbeterd en groepscommandanten krijgen speciale badges om solo-acties te voorkomen. Het ministerie van Openbare Werken en de Wegenautoriteit zijn begonnen met herstelwerkzaamheden aan primaire asfaltwegen in Groot Paramaribo en Wanica. Minister Riyad Noor Mohammed gaf het startsein voor de asfalteringswerkzaamheden aan de Indira Gandhiweg. Het project omvat herstel van urgente wegen zoals de verlengde Gemenelandsweg en de JF Kennedy Highway. De werkzaamheden omvatten funderingsherstel, asfaltering en naleving van veiligheidsmaatregelen. Het project maakt deel uit van een groter asfalteringsprogramma dat gebruik maakt van milieuvriendelijke en kostenbesparende methoden. De citruskwekerij Tamansari 1 ontving gisteren leerlingen van OS 1 Meerzorg en 9 begeleiders voor een educatieve schooldag over planten. Het bezoek met ruim 50 leerlingen uit leerjaar 1 en 2 had tot doel de ondernemingsdrang van de kinderen te stimuleren door middel van experimenten en verkennen. Onder begeleiding van Armand Maturiat kregen de leerlingen een rondleiding op het kwekerijterrein waar ze niet alleen de beplanting konden bekijken, maar ook konden helpen met planten.